Wij hebben dinsdag jongstleden de overdracht gehad van het kunstgrasveld van het Dr. Ingenieur Franklin Nesset Stadion. Het heeft een tijdje geduurd voordat alles in place is gezet. En wij hebben met de heer Ulmer gesproken. Hij is van Edelgras en vertelt ons meer over het veld zelf. Het heeft mij ongeveer een pakweg zo 13, 14 dagen geduurd om dit te leveren. En hoe is Edelgras omgegaan met het regenachtig weer? Hoe hebben jullie dat klaargespeeld? We moeten zeggen, we hebben echt geluk gehad. Alleen de ene laatste dag hadden we alleen maar regen. En dat was eigenlijk dan niet meer erg. Dus we hebben helemaal geen last van regen gehad. Wat is de exacte levensduur van dit veld? Ja, de exacte levensduur is minimaal 8, kan oplopen tot 10 jaar. En langer zelfs. Het is afhankelijk van hoe je het onderhoudt. En wat voor tips heeft u aan de Surinaamse Voetbalbond wat betreft het onderhouden van dit veld? Nou, we hebben die jongens een training gegeven wat ze moeten opletten, wat ze moeten aan voldoen. En dan zolang dat ze dat allemaal doen, dan kunnen ze dat wel zeker wel 10 jaar minimaal gebruiken. Ik zag u wat uitleggen bij de penaltystip. Kunt u het voor de kijkers een beetje verduidelijken wat dat inhoudt? Nou, bij de penaltystips is het zo dat men de bal daar neerplaatst en dan dat hij balletjes gaat trappen. En door het trappen trap je die korrels ook weg. En dat was eigenlijk om te laten zien van jongens, kijk goed en hou die hoogte goed in de hoogte. Met andere woorden, doe je dat niet, trap je die penaltystipje binnenkort, trap je hem kapot. Maar doe je dat wel, gaat niet kapot. En hetgeen die mee bezig was, ik zag een zwart materiaal daar. Wat is dat precies? Het is om de veld te onderhouden om het schoon te maken. Hè. En je brengt die vezels omhoog en dat is eigenlijk daarvoor. Dat is heel belangrijk. Nog een ander punt was dat van het doel zelf, de doelen. Wat is eigenlijk de wijze waarop men daarmee moet omgaan bij de paal? Ik zag dat u ook iets aan het uitleggen was daar. Nou, dat is puur om het, als ze onderhoud gaan doen, dat ze die doelen uit het veld moeten verwijderen. En dat ze er weer terug in het veld moeten zetten. En dat is eigenlijk daarvoor. En indien de SVB in de komende periode weer een beroep wil doen op Artificial Turf Systems, wat zegt u als vertegenwoordiger daarover? Ik kom heel graag in Suriname. Hè? Daarom kom ik al 7, 8 jaar in Suriname. Dus ik zou zeggen, laat ze maar komen. Laat ze maar komen.